trainen elke dag. Ik heb elke vierkante centimeter door mijn vingers zien gaan. Uiteraard rekening houden met het budget, maar ook rekening houden met het comfort die de gasten verwachten. Rekening houden met tijdloze materialen die we gebruikt hebben. En de duurzame materialen. Dus ik heb me inderdaad samen met Glint 60 Architect van alles eigenlijk, laten we zeggen, mee beslist. Dus ja, het hotel was aan vernieuwing toe. En uiteraard heb ik de beslissing genomen om met Glint 60 Architects in zee te gaan. En het was met één klik. Het was een klik die ervoor zorgde dat we heel snel het finale ontwerp op de tekentafel hadden liggen. En van daaruit is dan uiteraard de machine in gang gekomen om ook alle materialen te bestellen, om de mensen hier op tijd te krijgen en om dan ook effectief de deadline van vandaag te halen. Peter Hoosens, extra steun? Ja, het moment dat Mark Koek en ik zelf het hotel hadden gekocht, ja, dachten we direct aan, we moeten hier wel een sterrenchef proberen te strekken voor onze keuken. Als je wereldwijd kijkt naar tophotels, overal zijn er wel sterrenchefs aanwezig in die hotels. Dus we konden niet achterblijven en in die zin zijn de gesprekken gestart met Peter Hoosens of met Winnie Hoosens. Er was niet meteen een ja, het heeft een tijdje geduurd, maar na een zestal maand heeft hij toch ja gezegd. En toen dat ja er was... Trok hem over de schreef? Ik denk dat hij waarschijnlijk misschien ook gesprekken voerde over zijn restaurant op dat moment dan, het Hof van Kleve. En dat zonder onszelf, zonder ons te weten, dat misschien wel een van zijn redenen was om dan misschien de overstap te maken naar hier. Ja, het is een beetje een triumviraat, zou men Rome zeggen, maar ook uzelf en Peter. Klikt dat zo'n beetje tussen jullie drie? Ja, dat klikt zeer goed. Beetje iedereen heeft zijn verantwoordelijkheden. Ik heb me vooral met het volledige aanpak, verbouwing, design en look and feel bezig gehouden. Mark is meer met het culinaire bezig, samen met Peter Hoosens dan. En zo zijn we eigenlijk een perfect match. Maakt dit zo speciaal, wat een ander niet geeft in dit project? Ja, ik denk als je zelf rondkijkt, look and feel. Hans, het niveau, het kwaliteitsniveau dat we hebben nagestreefd, maar ook het comfort, de warmte die binnenkomt. Als je hier binnenstapt, dan zie je meteen dat je een thuisgevoel hebt. En dat komt vooral omdat we gestreefd hebben naar gezelligheid. In België hebben we spijtig genoeg 2-3 maanden mooi weer en 8-9 maanden slecht weer. Dus gezelligheid was voor mij troef. En dat vind je overal terug in de lobby, ook in het restaurant, ook in de bar en binnenkort ook in de spa. Ja, de mensen gaan je nog zelf hier zien, ook nog? Ja, ik zal hier regelmatig zijn. Ik zal ook altijd een beetje de kwaliteitscontrole hoog houden. Ik doe dat graag. Dat zit in mijn DNA om dat kwaliteitsniveau na te streven. Dus ze gaan me hier waarschijnlijk dagelijks of wekelijks zeker zien. Vandaag open. Het is zoals de eerste schooldag, dus ja, het is spannend, hè? En knap. Ja, het is ongelooflijk mooi. Het is super mooi, het is super, ja, nog niet gezien in België. Ook de realisatie in 6 maanden tijd voor van een hal. Ze hebben een casco gezet, zoals een expohal. Om dat daarin te krijgen, denk dat nog niet gezien is. Ja, mooi restaurant. Hoeveel plaatsen zijn die dan? In de restaurant zijn er ongeveer 140, 150 mensen die kunnen plaatsen. En een mooie keuken? Ja, het zijn open keukens, warme keuken, koude keukens, rotisoires, open grill. Beneden hebben we een afzonderlijke patisserie, voorbereidingskeuken, aparte keuken voor roomservice. Hier boven is nog een keuken voor barbites in de bar. Dus het is allemaal mensen geplaatst worden in de keuken. Was het makkelijk om die mensen te vinden? Dat is niet gemakkelijk en het is nog altijd niet gemakkelijk. We zoeken nog altijd supergoede medewerkers. Want ja, je moet ook niet vergeten, wij zijn totaal 7/7 open. We hebben nog mensen nodig voor housekeeping, we hebben nog mensen nodig voor onderhoud, we hebben nog mensen nodig voor keuken en zaal. Dus ja, het is ook, omdat we 7/7 open zijn, het restaurant gesloten op maandag, ja, moet daar ook een overlapping komen, dus zoeken we nog echt veel mensen. Ja. Hof van Kleve en dit hier, groot verschil? Het is totaal anders, hè. Je kunt de twee niet vergelijken. Hof van Kleve is 45 mensen dat we kunnen zetten, hier zijn er 150. Ook in Hof van Kleve komen de mensen voor een andere beleving. Hier heb je meer dat vakantiegevoel. Mensen komen hier om ja,
zitten aan de zee om lekker te eten, om te genieten. Dus dat is totaal iets anders. Ja, en de kaart? De kaart is ook anders. Hè. Dus we hebben de kaart nog zeer beperkt gehouden. We willen hier geen menu's geven, zoals in Tofa Kleve. Dus de kaart hebben we zeer beperkt gehouden. Omdat we moeten starten. Hè. Binnen 3-4 maanden gaat dat al anders zijn. We zijn al bezig met gerechten om daarna erop te zetten. Naar de winter toe, naar de herfst toe. Dus we gaan die constant aanpassen. En de mensen kunnen sturen? Je hebt de mensen die bekwaam zijn om dat te doen? Ik heb mijn headchef, is iemand die van bij mij komt. Dus dat is heel tof. Mijn patissier ook. Dat is ook een top patissier. Dus voor ook het ontbijt. Hè. Het ontbijt zit daar ook in. Dus al die viennoiserie moet gemaakt worden. Dus dat kruipt wel wat tijd in. Ja. Zoals vandaag interviews geven met de journalisten allemaal. Is meer dan koken voor u vandaag? Dat was niet voorzien, maar oké, ja, dat komt er nu bij zeker. Kent de pers, hè? Ja, we kennen de pers, ja. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk alles hier moet runnen, samen met mijn team. Dus dat wil ook zeggen, iedereen aansturen, iedereen bijsturen. Dat doe ik niet alleen. Ik heb het geluk, ik heb ook Mathieu Maartens hier in huis. Dus mijn collega, CEO. Dus dat is wel fijn om ook iemand erbij te hebben. Dus dat is een serieuze job, hè? Een serieuze job. We zijn het gewoon. Hè. Dus niet dat we hier ineens aankomen en de eerste job beginnen. We beginnen hier effectief naar een verderzetting ook van mijn carrière. Maar dit is wel het mooiste pareltje wat ik gezien heb. Ja, je hebt al een beetje ervaring in die dingen. Uiteraard. Ik hoor toch? Klopt, ja. Dus ik heb voornamelijk gedaan hoge gastronomie in combinatie met hospitality. En dat wil zeggen altijd naar 5 sterren, 5 sterren superior. 4 stellen halen naar 5 sterren hebben we gedaan. Hebben ook meewerken naar de Michelinsterren en dergelijke. Dus het volledige verhaal in hospitality te kunnen geven. Ja, nog een beetje zaken naar een hoger niveau tillen. Klopt, maar uiteindelijk laten we heel eerlijk zijn. We zitten hier in een van de mooiste projecten van België. Hetgeen wat de heer Versluis en de heer Koeken hier hebben gedaan, chapeau. En de afwerking is dan ook dankzij Bart Versluis tot in ieder puntje afgewerkt. Dus het pareltje wat we krijgen is alleen maar voor ons een luxe om het te kunnen finaliseren. Ja. Wat noemt u de grootste uitdaging voor u? De grootste uitdaging is hetgeen eigenlijk wat de heer Versluis hier heeft neergezet. Die kwaliteit en ook die finesse die hij heeft hier in dit project gebracht. Dat wij dat ook gaan uitstralen in service en naar hospitality, naar onze gasten toe. Een moeilijke job. Hoeveel mensen zitten ze onder u die dat moeten waarmaken samen? Op momenten gaan we boven de 100 mensen zitten. Dus dat wil zeggen van 100 mensen die dan gaan samenwerken aan dit mooie project. Ja. Niet alleen dit, maar ook Peter Goossens, het restaurant hier achter. Klopt, ja. We zitten met Peter Goossens, ja, die ons ondersteunt ook met het restaurant. Hij is ook volledig aanwezig geweest de afgelopen tijd. Zal in de toekomst dan ook minder aanwezig zijn. Wat ook logisch is, we zijn in een hotel, 7-7. Dus hij kan moeilijk 7-7 hier zijn. Ik haal het juist ook aan tot mijn collega Mathieu Maartens en ik ook niet 7-7 hier kunnen zijn. Dus we hebben een heel mooie match. En dat heeft Peter Goossens ook met Jocke Provoost in de keuken. Die dan eigenlijk ook zorgt dat de kwaliteit die Peter Goossens wenst, tot die ook wordt doorgetrokken in... Ja, de gerechten. Ja, als de mensen u nodig hebben, de klant, bent u altijd paraat om dat, of tijd voor te vinden om dat te gaan doen? Wij maken tijd voor onze gasten. Uiteindelijk gaat het over hospitality, het zit in ons bloed. En die finesse ook nog eens die we mogen doen met dit mooie project, ja, dat is eigenlijk heel mooi om te kunnen doorstralen naar onze gasten. Ja, vandaag de eerste dag. Beetje stress hier voor u? Helemaal geen stress. Ik ga heel eerlijk zijn, de afgelopen dagen zijn stress vol geweest. Het is eigenlijk alles fine-tunen en tot ieder detail in orde is naar de dag van vandaag. Ja. Maar ik kan eerlijk blijven, het is gewoon... mooi om deze start te kunnen doen. De mensen zijn er klaar voor. We hebben inderdaad natuurlijk nog extra mensen nodig omwille van het 7-7 verhaal. Maar ik mag heel eerlijk zijn, we hebben draairuns gedaan die perfect zijn gelopen van A tot Z. Ja, het is geen werk, maar plezier. Het is plezier, anders zit je niet in deze sector.